Telesuur zal genoodzaakt zijn om binnenkort prijsaanpassingen door te voeren. De financieel-economische crisis en de COVID-19-pandemie hebben een negatieve impact gehad op het bedrijf. Telesuur heeft altijd het belang van de samenleving vooropgesteld, waarbij prijsaanpassingen nooit een gelijke trend hebben gehad met de commerciële koersontwikkelingen. In 2020 heeft Telesuur haar diensten aangeboden tegen een koers van 7 SRD, terwijl de marktkoers reeds rond de 15 SRD 50 was. Bij de unificatie van de koers in september 2020 naar 14,29 SRD heeft Telesuur haar commerciële koers aangepast naar 12 SRD 50, terwijl de marktkoers rond de 18 SRD 20 was. Hierdoor heeft het bedrijf grote verliezen geleden. In 2021 kwam er een vrije marktkoers van 21 SRD. Aangezien Telesuur werkt met een commerciële koers van 12 SRD 50, wordt elke US dollar die het bedrijf uitgeeft voor 68% gesubsidieerd vanuit de eigen reserve. Dit resulteert in gigantische inkomstenderving. Voor continuering van de bedrijfsvoering is het onvermijdelijk om in de directe toekomst prijsaanpassingen door te voeren. De dienstverlening van Telesuur is belangrijk om de digitale economie en daarmee de toekomst van Suriname veilig te stellen.